ijs. Het is vandaag, even kijken, 28 november. Het is iets voor 8 's ochtends en dat is ijs. Het heeft dus vannacht gevroren. En moet kijken, het ziet er wel heel mooi uit hoor. Zeker als je een heel dichtbij bekijkt. Kijk of ik een beetje scherp kan krijgen voor jullie. En, ik krijg het niet mooi scherp. Dan zie je hoe het eruit ziet. Kijk of mijn autootje open wil. Ja. Nou, dan gaan we naar de grote vriend, de krabber. Dan gaan we het ijzer een beetje afkrabben. Echt waar, niets is mooier dan een ruit automatisch te zien ontdooien. Zelfs de vortex is bevroren. Een stukje ijs. Flinterdun, maar een stukje ijs. Oeps. Ik wist dat ik iets vergeten was ooit te doen. Dit is mijn regenmeter en die is nou bevroren. Nou, het ziet er toch best koud uit zo. Ik weet het niet, maar 10 graden op een dakje. Eruit gaat. Ah, kijk, de verwarming doet goed zijn werk. Goed koud. Dat is ijs. Dan gaan we iets doen wat we niet thuis moeten doen. Kijk hoe dik het ijs is. Nee. Het is nog niet zo dik.